Van Aan, Erik de Zwart, Winkel de Kinkel, De Top 40, Currien van Inkel en Countdown Café. Radio Veronica op 3. Iedereen luistert toch? Countdown Café. Deze week Notorious. Ja hoor, zo gaat het wel weer. Dankjewel. Yo Kees. Nog een uur Countdown Café met onder andere Maarten Peters. Die gaat hier twee nummers live zingen. We praten even met hem. En we hebben ook nog, vergeet ik bijna te zeggen, de nieuwe LP van Kansas gaan we nu weer van draaien. En om 11:30 live The Clan of Cymox. Clan of Cymox, 11:30 live The Countdown Café. Voor de fans, YouTube. Wauw, dankjewel. I'll be 40. You'll be 40. I'll be 41. YouTube, Kees. Het was YouTube en. En? Oh, moet ik het zeggen? Ja, jij moet dat zeggen. Volgens mij was het New Year's Day. Inderdaad, het duurt nog een heel tijdje voordat het 1 januari is. Maar voor de fans alvast, YouTube op veel verzoek, New Year's Day. Volgende gast in Kamer Café is Maarten Peters. Het rijmt bijna. Maar alvorens ik ga praten met Maarten, ga ik even naar de manager van Maarten. Dat is Paul Schouwenaars, die is tevens manager van Frank Boeien. Voor de mensen die dat nog niet wisten. Syndicaat. Ik wil even horen hoe het vanavond was op het concert. Jij bent vlak na aanvang vertrokken, dus je hebt een indruk van het concert. Vertel even nog even waar het precies om ging. Het is een benefietconcert voor de stichting Een Hart voor Polen. Operatie van een meisje van 1,5 jaar oud. Kosten 25.000 gulden. Moet binnen 2 maanden geopereerd worden hier in Nederland. Kan in Polen niet geholpen worden. En ik denk dat we het gehaald hebben. 1300 man in de Goffertal in Nijmegen. Nu, op dit moment. Staan ze op dit moment te spelen? Jouw jongens? Ik denk dat ze aan de 5e toegift bezig zijn op dit moment. Ja. Zal best. Maar die operatie is dus een feit. Daar zijn we heel blij om. Ja, ik zal je op de hoogte houden van het feit. 24 november komt ze naar Nederland. Ja. De operatie vindt ook in Nederland plaats, hè? In het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen, ja. En hoe lang blijft ze dan in Nederland? Heel kort, denk ik. 1 of 2 weken. Ja. Goed, dat is dus in ieder geval een heel goed bericht. Maarten, heb ik voor jou ook goede berichten te goed? Ja, ik vind dit heel leuk om te horen natuurlijk. Ja, ik heb heel lang in de studio gezeten. Na de zomer zijn we gestopt met live spelen. We zijn weer de studio ingegaan. En we hebben een aantal stukken opgenomen, waaronder de nieuwe single nu. Jij hebt geruime tijd opgetreden, onder andere hier in het hele land door. Hoe was dat? Wat is je indruk achteraf? Je hebt vrij lang getoerd, hè? Ja, nou, het was de eerste tour. Ik denk dat we een succes hebben gehad. En ik vond het fijn dat we een tijdje hebben kunnen stoppen om weer wat nieuwe stukken goed voor te bereiden. En ik denk dat we de mensen tevreden hebben gesteld. En dat was belangrijk. Dat was mijn uitgangspunt. Om de muziek die we op de LP brengen ook live goed te kunnen brengen. Het is gelukt. Wat was het verschil tussen het eerste optreden van die tour en het laatste optreden van die tour? Ja, het eerste was nog... Daar heb ik niet bewust meegemaakt, daar weet ik ook weinig meer van. Ik weet dat ik de eerste set vreselijk veel moeite had om te wennen aan die plaats midden op het podium. Ik was dus gewend om rechts te staan. Na de pauze geen last meer van gehad en verder nooit meer last van gehad. En het laatste optreden ging goed. Het loopt een beetje al op rolletjes. Nu dus een nieuwe single. Wat zijn nu de plannen wat live betreft? Nou, vanaf 21 november begint de volgende tour. De wintertour noemen we dat maar. En dan gaan we er weer flink tegenaan. En nu is deze single uit. En ik ben nog wat dingetjes in de studio af aan het maken. Wat kleinere dingen. En in 21 november beginnen we weer live in het land. Ik weet niet waar, maar... Dat weet Paul wel. Ik heb de vraag niet gehoord. Zo. Waar begint de volgende tournee, de tweede tournee van Maarten? Let u even op. Waarschijnlijk Boxmeer, Brabant. Ja, sporthal. Goed, een laatste vraag. Wanneer komt er een nieuwe LP? Volgend jaar? Ja, wat het eerste vage plan. Deze LP loopt natuurlijk nog. Nou, ik weet niet waarom ik het vraag. Omdat jij nu opnieuw gaat optreden. Ik neem aan dat jouw show er nu iets anders uitziet. Nieuwe nummers erin. Ja, er zitten een heleboel nieuwe nummers in. Maar kijk, op de LP staan 10 stukken. En we spelen er bij een optreden een stuk of 22.
En ik ben nog wat dingen erbij aan het schrijven. Vooral in de toegifte wil ik niet herhalen. Ik altijd teken van zwakte. Dus er komen een paar sterke melodietjes tevoorschijn. En de tweede LP die zal rond augustus komen, denk ik. Denk je dat de keuze van de nummers afhangt van hoe het live zal gaan met de nieuwe nummers die je nu op je volgende tour gaat doen? Ja, normaal, dat is wel de manier om het zo te doen. Alhoewel, het Take It Now hebben we niet live kunnen spelen. We waren gestopt. Toen heb ik het nummer geschreven. Ik heb het nog nooit live gedaan. Maar dat komt nu wel? Ja, nu direct voor het eerst. Maar ik bedoel, in je volgende tour ook? Ja, ik vind het zelf wel een prettige manier om een nummer te schrijven en dan uit te proberen. Zo heet dat dan. Maar je weet dan gewoon wat lekker zit en wat niet lekker zit. En om hem dan pas op te gaan nemen. En dat is bij de laatste single niet gebeurd. Is dit vanavond een test dan of zo, Maarten? Nee hoor, want in de studio had ik het idee van het is toch goed. Maar heb je het al eens eerder live gedaan? Nee, nog nooit. Nee, dus een test vanavond, zeg maar. Zo kun je het. Een try-out. Als jij dat zou willen noemen over het, dan mag jij dat. Okay. Nou, Maarten, ik zou zeggen, ga naar de bühne. Maarten loopt naar het podium en wij luisteren naar wat er morgenavond op tv is. Morgenavond om 7:15 Veronica Film met de beste, de leukste en de mooiste fragmenten van de nieuwe bioscoopfilms. Morgenavond onder andere Heartburn, Psycho 3 en Madonna. Madonna in Shanghai Surprise. Veronica Film moet je zien morgenavond om 7:15. Veronica Film. Nou, het is bijna tijd voor de droom van Maarten Peters. Dat is namelijk altijd al geweest om live op te treden in Countdown Café. Hij heeft het al eerder gedaan. Hij gaat het nu weer doen. Ik verwacht hem ook wel begin volgend jaar weer hier met zijn hele band. Hij gaat voor ons twee nummers doen. We horen als eerste het nummer After the Party. En daarna gaat hij zijn allernieuwste single doen en die heet Take It Now. Hoewel ik nog niet zie dat Maarten op de bühne gearriveerd is. Ja, nu is hij er wel. Live in Countdown Café, Maarten Peters. Hey.